In de master Begeleidingskunde in de Hoogschool van Rotterdam, daar zijn ze goed bezig, vind ik. Ik gaf er onlangs een gastcollege in de lessen van Michiel de Ronde. Begeleidingskunde is de verzamelnaam van een groep uh, procesbegeleiders, coaching, supervisie, training, procesadvisering, organisatie, coaching, enzovoort. Die begeleidingskunde is een heel belangrijke job aan het worden met een missionaire activiteit. En Michiel de Ronde heeft een boekje geschreven ter gelegenheid van zijn openbare les bij de start van zijn lectoraat. Dit boekje is eigenlijk een manifest van de begeleidingskundige. En dat heb ik zeer aandachtig gelezen en ik zie dat hij het werk van Bert Koenen verder zet. Bert Koenen was een rebels iemand die niet verlegen was om de maatschappijkritiek... Onderdeel te laten zijn van de begeleidingskunde. Een begeleidingskundige is kritisch ingesteld naar de patronen van de maatschappij, het neoliberalisme enzovoort. Nu, Michiel en ik, wij zijn eerder zachter van aard, wij werken meer verbindend. En Michiel werd graag speels, met speelse werkvormen. En ik werk graag met dialogen tussen mensen en reflecteren. Eh, samen met Michiel zijn we aan het zoeken hoe dat de begeleidingskundige toch zijn missie heel scherp kan houden. En anderzijds, meer vriendelijk te werk kan gaan. Die scherpte van de missie van de begeleidingskundige zie je in dit schema. Het is een wereldmodel van het gelaagde individu, team en organisatie die haken op elkaar in. De begeleidingskundige is de verbinder tussen die verschillende lagen. Hij beperkt zich niet tot één laag. Het is juist doordat hij specialist is in het coachen van individuele intrapersoonlijke processen en dit binnenbrengen in het teamfunctioneren en het teamfunctioneren laten reflecteren over de hogere lagen, dat de begeleidingskundige een echte missie te vervullen heeft. Namelijk dat nieuw wereldmodel, die gelaagdheid, binnen te brengen, waardoor dat we allemaal meer verbonden zijn met het grotere. Nu wat in het schema nog niet opgetekend is. Is de, het groter geheel van de maatschappij, van de ecologie en van het, de mondialisering enzovoort. Dus de begeleidingskundige die heeft als taak meer humaniteit in organisaties binnen te brengen, maar misschien ook zelfs nog verder heeft hij te verbinden met de ecologie en het groter geheel. De begeleidingskundige is in ieder geval meer dan een helper of een dienstverlener, iemand die. Durft bewustzijn creëren, een bewustzijnsmaker, een awakener, zeggen ze zo mooi in het Engels, een verbinder tussen verschillende perspectieven enzovoort. De begeleidingskundige is een uitermate belangrijke baan, een uitermate belangrijke functie in onze hedendaagse ontwikkeling. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En alle onderliggende subdisciplines: de coach, de procesadviseur, de trainer, die hebben binnen dat model te werken. Een heel belangrijke bijdrage van Michiel: om een soort manifest te schrijven van de begeleidingskundigen, waar we de volgende decennia een mooie fundering in vinden.